Ja, hoeveel rappers kent u die Picasso als inspiratiebron hebben? Ik ken er één. Vorig jaar knalde Seven Alias de hitlijst binnen met Gaas. En hij gaat behoorlijk goed door, want vandaag werd bekend dat zijn album Picasso op nummer 1 is binnengekomen in de album Top 100. Alle nummers op het album zijn in die Top 100. Je zit in totaal over 400 miljoen views en streams. Het gaat best goed. Ik kan zeker niet klagen. Ja, vertel even, Picasso en rap, wat hebben die twee dingen met elkaar te maken? Nou, eigenlijk komen al mijn projecten, zeg maar de namen van mijn projecten die ik heb gemaakt in de afgelopen tijd, komen van dingen die ik gerapt heb. En ik heb een keer gerapt Picasso, ik schets zonder kwast. Daarmee wilde ik aanduiden dat muziek ook een vorm van kunst is. En dat je niet zeg maar, een schilder hoeft te zijn, een Picasso bijvoorbeeld, om kunst te maken. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen liefde heb zeg maar, voor wat hij doet. Je weet toch, ik vind het juist wel tof dat er heel veel dingen tegelijk gebeuren in zijn schilderijen. Maar... Zoals bij de drie muzikanten bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Je ziet heel veel dingen gebeuren en als je goed gaat kijken, herken je heel veel dingen. En het is een beetje door elkaar, maar ik denk op het moment dat je zoveel dingen hebt herkend, dat jij, dat er een punt bij voor jou komt dat jij denkt van, dit voelt compleet voor mij, je weet toch? En dat is een beetje de richting die ik op wilde met mijn album en ik denk dat het aardig is gelukt. Het is grappig, hè? Want als ik vroeg hier aan een paar mensen van, goh, wie kent Seven Alias? En zie je een paar mensen, Seven, nee. Maar als je dan Gaas laat horen bijvoorbeeld, dit. Dan zeggen veel mensen, ik weet zeker, Dirk, dit wordt bij jou in de kleedkamer werd gedraaid. Ja, Feyenoord draaiden we deze stuk, ja. Dit, hè? Ja, en dit... ik ging voorop, hè? Ja, jij voorop. Ja, bedoel, dat is echt typisch muziek. Doe jij ook, denk ik. Ik heb hem in mijn playlist op Spotify, zeker. Nou ja, draaide jij dit? Nou, ik niet, maar... ik heb een zoon die helemaal gek van muziek is. En zeker, die kent dit zeker, ja. Mm. Hoe komt, denk je, dat die muziek die je maakt... Want ik bedoel, het is, hè, dat is zo populair, want het gaat echt over honderden miljoenen. Ik zeg je heel eerlijk, ik weet het niet, man. Ik weet alleen dat de jeugd van tegenwoordig heel veel naar Nederlandse muziek luistert. Meer dan toen ik, zeg maar, hun leeftijd had. En hun steunen ons gewoon heel erg, man. Ik denk op het moment dat onze dingen uitkomen, dat hun het gewoon 100 keer op één avond kunnen luisteren. Dat is ook gewoon de love die wij hun proberen terug te geven, toch?